Hier op het Van Nelle terrein in Rotterdam huist de Stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen die in Nederland in armoede opgroeien hun verjaardag echt kunnen vieren. Oprichter Huib Lloyd over de noodzaak hiervan. In Nederland zijn maar liefst 423.000 kinderen die in armoede opgroeien. En wij richten ons op een kleine groep daarvan, de 61.000 kinderen die sociaal geïsoleerd zijn geraakt, dus in armoede opgroeien. Het is absurd dat in een land als Nederland er zoveel kinderen buiten deze maatschappij worden gezet, omdat ze alleen maar in armoede opgroeien. Hoe komt de stichting aan haar spullen? Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met verschillende bedrijven. Zo krijgen we dus de hele mooiste, coolste, gaafste producten. Krijgen we soms gratis, soms kunnen we die tegen korting inkopen. En sommige producten moeten we helaas gewoon nog de hoofdprijs voor betalen. Jarige Job heeft een intensieve samenwerking met Voedselbank Nederland en andere hulpverlenende organisaties. Ouders krijgen ruim voor de verjaardag van hun kind een verjaardagsbox via hun vaste uitgiftepunt van de Voedselbank, of de box wordt thuis bezorgd. Het samenstellen van de pakketten gebeurt voornamelijk door bedrijven. Jarige Job biedt deze de gelegenheid om als bedrijfsuitje de boxen in te pakken en zo echt de handen uit de mouwen te steken voor het goede doel. Het is heel gaaf om met elkaar, om in een gave ruimte, het verschil te maken. Dus het is tof om met elkaar iets te doen voor een ander. En dat merk je gewoon. Na afloop zie je dat de bedrijven met een heel goed gevoel de deur uitgaan. Ja, en we proberen daardoor een win-win situatie te creëren. We hebben in de loods allemaal mooie winkeltjes gemaakt, wat op leeftijd en geslacht staat, waar de mooiste cadeautjes in staan. Daarnaast hebben we een opslag. En in de opslag staat nog een kantoortje, een mooi chaletje, zoals we het zelf noemen. Gevolgd door de ontvangstruimte, waarin we dus alle bedrijven, serviceclubs en iedereen ontvangen. In de ontvangstruimte is van alles te zien. Er is een hoop te beleven. De Nerf-schietwand, de Stabilo-glijbaan, tot aan een hele wand van boeken. Bedoeld om een dusdanige sfeer te creëren waarin het gewoon mooi is om met elkaar dingen te doen voor een ander. Dit alles is mogelijk gemaakt door partners en fondsen. Net zoals salarissen, huisvesting en transport. Daarnaast werkt Jarige Job met heel veel vrijwilligers. Zonder hen is dit niet mogelijk. Want wat als de stichting er niet zou zijn? Als Stichting Jarige Job niet zou bestaan, dan zouden er duizenden kinderen zich ziek melden op de dag van de verjaardag, omdat ze niet kunnen trakteren. En ook gewoon zoiets simpels als een verjaardag zouden ze niet kunnen vieren. Kinderen hebben geen weet van het bestaan van Jarige Job. Het zijn de ouders die ervoor zorgen dat er van de verjaardag een echte feestdag wordt gecreëerd. Waardoor je eigenlijk er ook voor zorgt dat de ouders ook een stukje eigenwaarde krijgen, omdat ze zo'n mooie dag kunnen neerzetten. En het kind het gevoel geeft dat hij het waard is om zijn verjaardag te vieren. Het kind is het waard om trots op school op te lopen en te zeggen, kijk eens, dit heb ik van mijn ouders gehad. Wie kan het snelste verjaardagsbox inpakken? Daag je klant of collega's uit om mee te doen met de Super Job League. Voor meer info, ga naar onze website stichtingjarigejob.nl.